Hallo allemaal. Vandaag gaan we weer eens wat oefeningetjes doen. Gewoon die grondoefeningen. Het zijn bijna allemaal Pilates oefeningen. Van basis tot iets moeilijker. Kijk maar even wat je zelf wilt en kunt meedoen. Altijd goed, hè, zeg ik elke keer, om te bewegen, andere dingen te doen dan alleen wandelen. Dus ook buikspieren, de rug, de hele romp. Gaan we altijd iets aan doen. Goed, we gaan dan beginnen. Gaan we op de rug liggen. Je voeten zet je plat op de grond. En dan tel je je heupen omhoog. Bilspieren aanspannen, navel intrekken, armen langs je lichaam. En gaan je armen langs je oren en weer terug. Je heupen blijven op. Langs je oren en weer terug. Dus op en terug. En naar achter. En weer terug. Hou die heupen vast. Navel intrekken. Nog twee keer. Achter. En achter. En dan zetten we de handen hoog. En dan gaan we zijwaarts. En naar voren. Zijwaarts en omhoog. Zijwaarts en omhoog. En op. Heupen blijven op. Navel intrekken. Bilspieren aanspannen. Nog vier keer. Hou die heupen op. Twee. En de laatste. Oké, liggen. De voeten blijven plat. We gaan met de heupen op, of de schouders omhoog. Voeten plat. De grond, schouders blijven van de grond. Heb je dan moeite mee, krijg je pijn in je nek. Dan blijf je gewoon liggen. Doen we nog een keer hetzelfde. Dus dezelfde oefening. Met de heupen op. Zo niet. Schouders op. Armen langs je lichaam. En dan gaan we weer. Langs je oren. Gestrekt. En weer terug. Langs je oren. En gestrekt. Goed. En weer omlaag. Hou ruimte tussen kin en je borst. Dus nu gaan we optrekken. Mooi recht. Eén lijn. Dus naar voren. Naar achter. En naar voren. Navel intrekken. Rustig blijven ademhalen. Doen we nog vier keer. Drie. Twee. Laatste keer. Brengen we de armen omhoog en dan gaan we weer zijwaarts. En op. 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 Doen we nog vier keer. 4 en 3 en 2 en op. Dan gaan we weer rustig liggen. Heel even ontspannen. Even gestrekt. Dan gaan we weer kijken. Schouders omhoog, benen op. En dan gaan we weer de armen langs je oren en weer terug. Is dat te zwaar? Laat je je benen op de grond liggen. Ja? Dus naar achter en terug. Langs je oren en weer terug. Langs je oren en weer terug. Oké, hou de arm omhoog. Gaan we zijwaarts en terug. Zijwaarts en weer op. En op. En op. Nog 4, 3, 2, nog één keer. Op, zijwaarts en rustig weer los. Zo. Weer ontspannen. Trek je de knieën naar je toe. Trek je die rug een beetje ontspannen. Zo, dan pak je één knie om te zwaaien naar voren. Gaan we rechtop zitten. Dan gaan we met de rug iets naar achter. Zelf voelen hoe ver je kunt. Gaan we weer hetzelfde doen. Dus armen langs je oren en weer recht vooruit. Langs je oren en weer recht vooruit. Op en voor. Op en voor. Op en voor. Op
En volg nog 4 keer. 4. En 3. En 2. Laatste keer. Op. Hou de armen voor. En weer zijwaarts. En terug naar voren. Goed zo. Zijwaarts. En naar voren. Zijwaarts. En naar voren. Zijwaarts. En 4. 3. 2. En nog 1 keer. Alvast. Goed zo. Pak je knie. Kom weer naar voren. Even. Lekker hangen. Neem die ontspanning. Druk je nek. Oké. Dan gaan we weer terug. Gaan we weer liggen. Blauw terug. Knieën op. En dan de schouders van de vloer. En ga been, de knie één voor één naar je toe trekken. Langzaam voeten pointen. Is het te zwaar met de schouders op, blijf je liggen. Trek je die knieën mooi naar je borst. Benen gestrekt. Voeten pointen. Lukt het wel, hou je schouders op. Dus langzaam. En uit. En uit. En uit. En uit. Uit. Goed zo. Doe nog 8 keer. En nog 7. En nog 6. En nog 5. En nog 4. En nog 3. En nog 2. Eén keer rechts en links. En weer rustig terug, niet laten vallen. Even ontspannen. Goed zo. De volgende oefening gaan allebei de benen recht omhoog. Je mag dus of blijven liggen, of je schouders van de vloer. Je gaat hetzelfde doen als met de knieën, maar dan gestrekt been. Dus trek het naar je toe. En op. En langzaam. En langzaam. En langzaam. Omhoog. Trek het been naar je toe. Ander been gestrekt naar beneden. Oeps. Voet blijven gepoint. En lukt het niet, hè? Blijf je gewoon liggen. En dan doe je gewoon hetzelfde. Ja? Dan doen we nog 8. En 7. En 6. En 5. En 4. Twee. En dan nog eentje rechts en links. Goed zo. Zet maar neer. Nog even lang. Even rekken. Zet je voeten plat. Pak een knieholte vast. Zwaai naar voren. Tot je rechtop komt. Dan gaan we nu op de buik liggen. Even lekker draaien op je buik. Dan zet je handen op elkaar, ellebogen breed. En dan zo meteen voorhoofd op je handen. Buig je benen, je voeten flexen. En wat is dan de bedoeling? Je blijft met je hoofd op je handen, je voorhoofd. En dan gaan we het rechterbeen optillen. En dan het linkerbeen. Dus je voet richting plafond. Eén voor één optillen. Dus til op en los. Til op en laag. Omhoog en terug. Omhoog en terug. Op en los. Op en los. Op en los. Goed zo. Hoog en terug. Het voorhoofd blijft op je. Handen, goed zo, omhoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. Oké. Je benen eventjes strekken.
lekker weer ontspannen. Goed, dan gaan we dezelfde oefening doen. Dus benen buigen. En dan zet je je ellebogen naast je lichaam, handen plat, schouders op. Maak een mooie rechte lijn met je schouders door de rechte kruin. Blijf gewoon zo naar de vloer kijken. En dan gaan we hier ook weer been optillen. Dus één keer rechts, onderkant van de voet richting plafond. Op en terug. Op en terug. Til maar op. Let op je hoofd, niet te beneden gaat hangen of te hoog. Mooi recht, één lange mooie rechte lijn met je kruin. Op en hoog en op en hoog en hoog. Goed zo, tel maar op die knieën. Voet richting plafond. Omhoog. Omhoog. 8 keer, 6, 3, en nog een keer rechts en links, oké, benen weer strekken, even de handen weer op elkaar, allemaal een kleine ontspanning tussendoor. Volgende oefening. Handen weer op elkaar, ellebogen breed. Je hoofd, voorhoofd op je handen. Dan gaan we beide benen optillen. Spreid, sluit en omlaag. Til op, spreid, sluit en omlaag. Til op, spreid, sluit en omlaag. Op, spreid, sluit. Hoog. Op. Goed zo. Spreid, sluit en op. Op. Spreid, sluit en op. Op. Spreid, sluit en op. Doen we nog 4 keer. 3. 2. En de laatste keer. Weer even in de ontspanning. Strekken we de armen en de benen. Hoofd weer mooi omlaag. Je gaat de rechterarm en het linkerbeen optillen. Afwisselend. Op en omlaag. Hou die lange kruin. Op. En terug. Op en terug. Mooi die tenen pointen. Zijn linkerarm, rechterbeen, rechterarm, linkerbeen. Afwisselend optillen. Op en terug. Op en terug. Op. Op. 4. Andere kant. Nog 3. Andere kant, hier, 2. En de laatste keer weer rechts en links. En dan de handen weer op elkaar en we even ontspannen. Buig eventueel je benen. Oké, we gaan van hieruit op je handen en op je knieën. Dus knieën onder je heup. Heupbreedte, handen onder je schouders. Dan maken we even een holle rug en een bolle rug. Even lekker langzaam, maak een goede holle rug. Hou weer een lange kruin. En een hol. En een bol. En weer een holle rug. En een bol. En een hol. En bol. 4 keer, 3, 2, en nog 1 keer, op
aanval. Zo. Maar met de billen op de hakken. Eventjes weer omlaag. Hou vast. Zo, komen we terug op de handen en de knieën. Wat we gaan doen, rechterarm langs je oor, linkerbeen omhoog. En dan gaan we buigen de knie. Dan gaan we de hand naar de tenen en dan het strekke been. Buig je been, hand naar je knie. Lukt dat niet, blijf je gewoon staan. Ja, hou die balans. Navel intrekken, mooie rechte rug, lange kruin. En als je het aandurft, hand naar de tenen, buig je been, dus in en uit. En anders hou je gewoon vast, blijf rustig ademhalen. Doe het hier nog 4 keer aan deze kant. 3. 2. De laatste keer. En rustig weer terug. En dan met de billen op de hakken zitten. Heel even weer die ontspanning. Een paar seconden. En dan komen we weer op. Ja, natuurlijk. Ander arm, ander been. Linkerarm langs je oor. Rechterbeen gestrekt. Hou dit gewoon vast. Kun je het wel aan, dan buig je rechterbeen. Ga je met je hand naar je tenen, hou die balans en weer strekken. Buig en strek. Buig, handen naar je tenen en strek. Buig en strek. En lukt het niet? Hou maar vast. Rustig blijven ademhalen. Doen we nog 4 keer. 3. 2. En de laatste. En dan maar rustig terug, niet laten vallen. Gaan we weer met de billen naar je hak. En weer omlaag. Zo, gaan we nog een keer. Handen onder je schouders. Voet op heupbreedte. Dan gaan we nog eens met de rechterhand zijwaarts naar rechts, linkerbeen gestrekt en hou vast. Goed weer die balans, navel intrekken, concentreer. Mooie lange kruin, hou vast. En rustig blijven ademhalen. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 en rustig terug. Gaan we meteen naar de andere kant. Linkerarm zijwaarts. Rechterbeen gestrekt. En hou vast. Navel intrekken. Mooie lange kruin. Hou die balans. Concentreer. Acht. Zeven. Zes. 5, 4, 3, 2, 1 en rustig terug. En even op je hakken en weer omlaag. Oké, goed zo, komen we op en gaan we op de rechterzijkant gaan we liggen of zitten. Elleboog weer onder je schouder. Benen gebogen. Voeten op elkaar. Hou je hand aan de zij. Dan gaan we die heupen optillen. Dus de onderkant van de benen blijft op de grond. Kijk, til op. En weer terug. Omhoog. En weer terug. Til op. Yes. En hoog. En op. En terug. Op. En terug. Nog 4 keer. 3. 2.
keer op en los. Goed. Dan ga ik hier een iets gevorderde oefening van maken. Is het je te zwaar, ga je gewoon nog een keer de heupen optillen. Wil je wel meedoen, dan gaat heupen omhoog, arm richting plafond. En dan gaan we die knieën open en sluit. Open en sluit. Is het te zwaar, hè? Gewoon heupen op en neer, handen in je zij. 8 en 7 en 6. Hou die balans. En 5, 4, 3, 2, nog eentje. Op en arm terug omlaag. Zo. En meteen naar de andere kant. De linker zijkant, elleboog onder je schouder, knieën gebogen, voeten op elkaar, navel intrekken, hand in je zij, en weer ook weer de heup optillen. De onderkant van de benen blijven op de grond, dus op en trek, op en hoog en hoog en op. Goed zo. Maar op. 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 Doe nog 4 keer. 1, 2, 3, 4. En even los. Zo. Dan gaan we naar de iets zwaardere variant. Lukt het niet, hè? Alleen de heupen optillen. En anders, heupen op, arm richting plafond. En ga. Dus knieën open en sluit. Spreid en sluit. Spreid en sluit. Spreid en sluit. Goed zo. Hou vol, navel in. Blijf ademhalen. Ja, doen we nog 4 keer. 4. Sluit. 3, sluit, 2, 1, en rustig weer los. Goed zo, kom weer op. Even zitten. Draai even met die schouders. Maak het even los, andere kant ook. Goed. We gaan nog 1 keer. Liggen op de grond. Helemaal plat, op de rug. Trek je de knieën op. Handen blijven langs je lichaam. Dan gaan we zo meteen met de benen naar beneden en dan tik je met je tenen de vloer aan, maar de knieën blijven tegen elkaar. Dus het is eigenlijk een V wat je maakt met je benen. Ik kan het eventjes laten zien hoe dat uitziet. Dus zo en waarop. Dus tik met de tenen op de vloer en dan trek je de benen weer naar je toe. Ja? Oké, dan gaan we. Tik en op. Spreid en op. Dus met je tenen naar de vloer. Knieën blijven tegen elkaar. Uit en in. Uit en in. Uit en in. Uit. Goed zo. Uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nog 2 keer, kom. Laatste keer, op en hoog en zet de benen even neer. Losmaken. Gaan we deze oefening nog een keer doen. Maar voor een iets moeilijkere variatie gaan de schouders erop. Armen langs je lichaam. Ja? Dus dan gaan we weer uit en in. In een V en weer terug. In een V. Is dit te zwaar? Ga je gewoon liggen. Leg je schouders op de grond. En ga je door. Dus trek in, uit. Trek in, tenen op de vloer. Op en uit. Yes. Doe
we nog 8 keer. 7. 6. 5. Hou vol. 4. 3. 2. Laatste keer. Hop. Zet je voeten plat en de schouders omhoog. Strek beide benen. Handen blijven gewoon op de grond. Maken we een spreid. Dan flex je voeten. Dan kom je met je hakken tegen elkaar en ben je boven weer point. Ja? Dus spreid. Flex. Hak tegen elkaar. Point. Spreid. En hoog. Point. Spreid. Flex. Hak. Point. Spreid. Flex. Zo. Uit. Flex. Denk eraan dat je echt goed die bewegingen maakt. Dus flexen. Kom omhoog. Duw die hakken tegen elkaar. Point. En dan weer spreid. Dan pas weer flexen. En als je boven bent, weer point. Hop. Flex. Ja? Doen we nog 8 keer. Dus spreid. 7. Flex. 6, flex, hak, point, 5, flex, hak, point, 4, flex, hak, point, 3, flex, hak, point, 2, en dan de laatste keer, hak, point, dan rusten zich de voeten terug, en los, de benen losschudden. Je knie houdt er vast, zwaai naar voren, kom rechtop zitten. Oké. Goed zo mensen, dat was het weer. Er zijn van allerlei mogelijkheden. Hè? Dus als je iets te zwaar is, dan ga je gewoon terug naar die iets makkelijkere oefening. Goed. En ga ervoor. Dat zeg ik elke keer als ik een videootje opneem. Maar doe mee, goed voor je. Blijf gezond en ik hoop echt dat we elkaar heel snel weer kunnen zien. En anders geef je op voor een lesje buiten. Altijd lekker, het weer begint iets beter te worden. En het is altijd fijn om te doen en leuk om jullie weer te zien. Goed, tot snel. Doei!